Ik denk, Huizen, je komt zojuist uit de kleedkamer. Ja, ik kan me voorstellen dat iedereen helemaal stuk zit. Ja, het is verschrikkelijk. Ik denk dat iemand overleden is. Iedereen is helemaal in de rouw. Het is echt verschrikkelijk. Wat gaat er uiteindelijk in die slotfase mis bij die twee vrije trappen? Ah, slijmen dood. Het is, ik moet eerst even die wedstrijd terugzien en dan kunnen we concluderen wat er fout ging. Want de strijdwijze was goed, hè? Jullie kwamen op voorsprong. Roda had het heel erg moeilijk voetballen, want kwamen ze er niet doorheen. En uiteindelijk gaat het dan op zo'n vervelende manier mis. Ja, dat is heel zuur. Heel, heel zuur. Ik denk dat we de wedstrijd nog wel redelijk onder controle hadden. Ja, en als je hem dan zo laat in bijna een blessuretijd tegenkrijgt, is het helemaal zuur. Ja, supporters doet dit bijna denken aan wat er 3 jaar geleden gebeurde met die knotsgekke minuut tegen Excelsior. Ja, dat kan ik best begrijpen. En het is gewoon ellendig. U zei je aanvoerder ook, dit had zoveel voor ons kunnen betekenen. Hè? Naar de eredivisie, dat doet wat met carrières van jongens. Volgend jaar hoef je niet zomaar eruit te vliegen met ploegen die waarschijnlijk ook promoveren als Go Ahead. Cambuur sowieso. Ja, nu een jaar eerste divisie, daar moest hij op dit moment niet aan denken. Nee, absoluut, daar heb je gelijk in. Maar nu moeten we onze rug rechten. En tot volgend jaar in principe. Jullie hebben wel laten zien dat jullie bijvoorbeeld ook niet minder zijn dan Roda. En dat moet helemaal frustrerend zijn, hè? Ja, absoluut, absoluut. En tegen Jupiler League clubs is het toch weer anders voetballen dadelijk. En dan moeten wij weer een spel gaan maken. En nu is het wel lekker een beetje achterin een beetje hangen eigenlijk. En dan wachten op het juiste moment om eroverheen te gaan. Helaas is het vandaag niet gelukt. Je moet er nu nog niet aan denken, maar waar voetbal jij volgend jaar? Ik heb geen idee. Ik ga nu gewoon rustig kijken en ik wacht rustig af. Dankjewel. Alsjeblieft.